En van harte goedenavond en welkom bij deze uitzending. We zitten hier met advocaat Erwin Kanai. Niet zomaar, omdat op 20 december aanstaande we dus dan eindelijk een definitief vonnis hebben in het 8 december strafproces. Iedereen kijkt er naar uit. Je weet niet wat je moet verwachten, want je was niet in die zaak. Je was niet betrokken, maar meneer Kanai wel. Dus hij kan ons veel meer vertellen over wat wij kunnen verwachten deze 20 december, wanneer de rechter dus dan uitspraak gaat doen in het 8 december strafproces. Meneer Kanai, 20 december aanstaande, dan hebben we een definitief vonnis. Voordat we praten over het vonnis zelf, wat is het voor u? Wat betekent het voor u, einde van de zaak? Wat betekent dat voor u? Nou, het is nog niet het einde, omdat je nog het Inter-Amerikaans Hof hebt. We weten nog niet als we internationaal gaan. Die kans is reëel aanwezig, afhankelijk van wat er op 20 december gaat gebeuren. Ja, dus het is nog niet het einde dus? Oh, nog lang niet, want we gaan afhankelijk van de uitspraak gaan we internationaal. Ik weet dat u advocaat bent van de hoofdverdachte en natuurlijk anderen. U heeft een verwachting? Ik heb verwachtingen, ja. Veel. En ik denk dat we met gemak de verwachting van vrijspraak mogen uitspreken. Okay. Omdat niet bewezen is naar mijn mening het enige dat bewezen had moeten worden, en dat is moord. Dat geen enkele getuige heeft aangegeven dat Bouterse samengesproken heeft met andere mensen om de mensen op te halen om te vermoorden. Dat de mensen opgehaald moesten worden, dat was een feit. Omdat er harde informatie was dat er een invasie zou komen later in het jaar. Dus dat de mensen opgehaald zouden worden, dat moeten we loszien van wat er in het fort is gebeurd. Wat zich in het fort heeft afgespeeld, dat weet bijna niemand. Ja. Ik bedoel, wanneer je 15 mensen moet vermoorden omdat je ze opgehaald hebt, dan zouden die militairen toch geen kogelgaten schieten in de muren. Er zijn grote gaten in de muren. Er is iets gebeurd, psychisch, met die militairen daar. Mm-hmm. Wat er is gebeurd, had door psychologen onderzocht moeten worden. En dat is niet gebeurd? Dus. Dat is niet gebeurd. We hebben daar in eerste aanleg, we hebben daarbij in de verzetzaak, hebben we daarop aangedrongen. In beroep hebben we daarop ook aangedrongen. Laat de psychologen onderzoeken wat zich heeft afgespeeld in het fort. Ja, en dat ziet u als een punt dat kan helpen bij vrijspraak? Ja, omdat je alleen die voorbedachte raden zou moeten bewijzen voor moord. Ja. Niets anders, dat is een heel belangrijk element om moord te kunnen bewijzen. Hoe zal die dag eruit? Hoe moet zo'n dag eruit zien? Wat denkt u? Er gebeurt niet veel. De rechter komt en opent die zitting en doet uitspraak en dat is het afgelopen. En de, zeg maar het OM heeft een eis? Niemand komt meer aan het woord. Ja, maar het OM heeft een eis liggen, toch? Wat ze dus dan... Dat kan het. Dat is het werk van het Openbaar Ministerie om een strafvoorstel te doen. Het is geen eis. Het is een strafvoorstel die ze doen aan de rechter. En de rechter, die zijn de beoordelaars. Die moeten beoordelen als die eis wel bewezen is of niet. Ja. In gevangenneming, ziet u dat gebeuren? Ik denk het niet, omdat meneer Bouters bijna op alle zittingen is gekomen. In al die jaren is hij ook nergens gegaan. Mm-hmm. Hij heeft gebruik gemaakt van zijn rechten. Hij was al die tijd vertegenwoordigd. Vanaf het begin van het proces was hij vertegenwoordigd. Hij is daarna president geworden, dus hij heeft geen enkele behoefte. Er is geen enkele reden, zwaarwichtige reden, om die gevangenneming te gelasten. Ja. Maar het vonnis, het kan zijn. Het is gevorderd, maar dat hoeft niet dat de rechters dat toewijzen. Ja, maar, dus u verwacht dat helemaal niet? U verwacht alleen vrijspraak? Ik verwacht vrijspraak. En ik heb daar gegronde redenen voor. Ja, maar terwijl uw collega Esset die zegt van, hij verwacht. Meneer Esset, ik ga niet over collega's hier praten, maar die zal kennelijk zijn eigen redenen hebben. Ik ken het, maar ik ga het niet in het openbaar zeggen. Een keer als ik hem tegenkom, ga ik het hem zeggen. Ja. Genadebrood is een lastig ding hoor. Mm-hmm. Genadebrood. Even ja, genadebrood. Is dat lastig, maar dat ga ik verder niet op in. Ik zou net vragen, wat wilt u daarmee zeggen? Nee, ik ga daar verder niet op in. Ik bespreek collega's niet in het openbaar. Hij doet het wel, maar ik ga het niet doen. Ja, ja. Suriname hoeft niet in paniek te geraken? Absoluut niet. Absoluut niet.
Absoluut niet. Absoluut niet. Bouters is niet iedereen. Ja, maar Bouters is wel iemand die zich onderwerpt aan wet en recht. Dat hebben we gemerkt de afgelopen tijd. Dat is in de relatie advocaat-cliënt zoals ik hem ken. Ja. Maar, kijk, u zegt van, u verwacht vrijspraak. Als er toch iets anders wordt bepaald. Hij gaat zich daaraan onderwerpen. Hij gaat de gevangenis in. Hij gaat zich onderwerpen aan de uitspraak van de rechter. En als het gevangenneming is, gaat hij dus doen? Hij zal wel moeten. Hij gaat niet, iets anders gaat hij niet doen. Hij zal wel moeten. Wat kan dat betekenen voor Suriname? Dat kan ik niet inschatten. Ik kan het inschatten vanuit mijn politieke partij, vanuit de PALU. Maar ik kan dat niet inschatten verder. En vanuit de PALU? Vanuit de PALU zou ik voorstellen om die gevangenneming niet te doen. Die man is president geweest, die man is 40 jaar politiek actief geweest. Hij speelt nog een rol, is de voorzitter van de grootste oppositionele partij. Ik zou daar rekening mee houden. Kan er onrust ontstaan? Ik geloof dat niet. Ik geloof dat niet. Ik geloof niet dat mijn cliënt dat soort intenties heeft. Hij wil geen onrust in dit land. Ja, maar u zegt, uw cliënt wil dat niet. Maar hij heeft een enorme grote achterban met mensen die dus dan... Hij heeft ook wel veel invloed op zijn achterban. Ja. En ik denk dat hij voor 20 december... zijn achterban zal melden wat het ook wordt, dat we ons houden aan wet en recht. Hij maakt zich niet druk. Ik heb hem laatst gehoord in een interview bij Oseer. Die man maakt zich niet druk. Hij gaat zich onderwerpen aan wet en recht. Daarom maakt hij zich niet druk. Maar je kent hem goed. Ik nog goed. Speelt hij iets of is hij real dat hij zich gewoon relaxed voelt erbij? Ik ken hem tegen u geëist. Zoals ik al mijn cliënten ken. Mm-hmm. Ken ik hem ook. Ik bedoel, als ik mijn cliënten opzoek in de gevangenis, praat ik tot ze. Dus dat ken ik ze. En maar goed, ik zou dat niet zeggen. Ik ken hem in de relatie advocaat-cliënt. Ja. Het zal een enorme teleurstelling zijn voor de nabestaanden als ze horen van vrijspraak. Ja, maar weet u, die nabestaanden weten waarvoor. Er zijn verklaringen in het dossier dat de vrouw van een van de slachtoffers die zegt van... We hadden wel verwacht dat we een rode kerst tegemoet zouden gaan. Dus weet je, iedereen wist waarmee hun man bezig was. En ze hadden op hun rusten toen die verantwoordelijkheid om die man te waarschuwen. Mm-hmm. Om niet met land, met hoogverraad bezig te zijn. Want je landverraad is hoogverraad hoor. Dus die verantwoordelijkheid ligt ook bij ze. Hoe kijkt die politiek naar deze zaak? Ik, politiek? Mm-hmm. Vervelend. Mm. Het is vervelend dat het is gebeurd. Maar we zouden wel moeten weten wat er is gebeurd. Dat de mensen zijn opgehaald, maar we weten niet wat er is gebeurd in het fort. Ja. Dat weten we niet. Kijk, om iemand dood te maken heb je 2 kogels nodig. Zeker op 4 meter als militair. Militairen zijn geoefende mensen. Op 4 meter heb je 2 kogels maar nodig. Maar we zijn in het fort geweest. En we hebben gaten gezien in de muur. We hebben overal schoten gezien. Er moet toch iets geks zijn gebeurd wanneer een militair zo in het wilde weg begint te schieten. Ja, ja, ja. En dat weten we niet. Precies dat weten we niet. En Bouters was niet daar. Hij heeft een rapportage gehad van een commandant. Ja, maar hij was goed verantwoordelijk, zeg maar. Hij is altijd verantwoordelijk. Als leider van het land heeft hij de verantwoordelijkheid om te zorgen voor veiligheid. En daarom heeft hij die mensen laten ophalen. Maar als jullie zo lang bezig zijn geweest met het proces en de waarheid, de echte waarheid is niet eruit gekomen, is het geen tijdverlies? Omdat, weet u waarom? We zijn nooit gericht geweest. En ik zal u zeggen, laat me dat toch maar zeggen hoor. Nederland had geen belangstelling voor de waarheid, want anders hadden ze de documenten ook vrijgegeven. Nederland had 1 belangstelling maar en dat is Bouterse uitschakelen. En dat is niet vanaf nu, dat is vanaf 81. We kennen allemaal de coups die zijn gekomen. Vanaf 81 tot de Pagwa-coup in maart 82. Allemaal geïnstigeerd door Nederland, georchestreerd door Nederland. En daarna toen dat ook niet lukte, kwam de Binnenlandse Oorlog. Ook compleet onder supervisie van Nederland. Met maar 1 doel, schakel Bouters uit. Er was maar 1 doel. En dus daarom zeg ik u dat ding van genade brood. Dus Nederland
heeft maar één doel gehad. Veroordeel Bouterse, dan zien we wel verder. Ja. En dan, want Nederland heeft een belang om ons te koloniseren. En de enige persoon die in hun ogen het tegenhoudt, was Bouterse volgens mij. En tot nu toe? Nu zijn we 100 jaar verder. 100 jaar terug in de tijd. Ja, dat bedoel ik. Ja. Maar ik vraag me af, hè, wat betekent het voor Bouterse politiek na dit vonnis, wat voor vonnis het ook mag zijn. Wat betekent het voor Bouterse? Dat kan ik niet inschatten. Ik ben geen lid van zijn partij. Ik praat ook niet over de politiek met hem. Ja, maar persoonlijk, wat kan het betekenen voor hem? Persoonlijk, weet u wanneer hij 20 jaar lang voor moordenaar wordt uitgemaakt? Weet u wat dat betekent voor een mens? Ja. Er zijn een aantal mensen die door dat proces zijn gegaan en ik heb een aantal van die mensen verdedigd. En ze krijgen nog steeds geen visum voor Nederland, terwijl ze vrijgesproken zijn. Ja, ja. Ik ga geen namen noemen, maar die mensen zijn vrijgesproken. Ik noem een naam bijvoorbeeld, Harvey Narendorp is ook vrijgesproken. Maar ik krijg geen visum voor Nederland. Ik krijg geen visum voor Nederland. En er is geen appel aangetekend tegen die vrijspraak. Want dat is die rechtsstaat, hè. Ja. Dan begrijp je de bedoeling van die mensen. Suriname mag dus dan... Of hoeft niet in paniek te raken. Suriname is in een decolonisatieproces geweest. Vanaf de jaren 80. Dat moest gestopt worden. Ja. Dat moest gestopt worden. En hoe dat moest gebeuren, dan maar met coups. Vanaf 81 hebben we coups gehad. Tot aan maart 82. En daarna de Binnenlandse Oorlog. Die compleet gefinancierd is door Nederland. Dat weet Nederland ook. En Nederland heeft een belang om die stukken ook te bewaren voor 60 jaar. Omdat ze weten wat er in die stukken staat. Ze weten dat ze niet vrij uitgaan met al die dingen die in Suriname zijn gebeurd. Nederland moet leren om van ons af te blijven. Laten we fouten maken. Laten we met onszelf doen wat we willen. Laten we met onszelf doen, laten we fouten maken. En we komen wel terecht. Maar ligt het probleem bij Nederland of bij de handlangers hier? Bij kolonies is dat altijd zo. Je kijkt maar naar de Afrikaanse landen, hoe dat gaat. Nu pas breken ze door. Nu pas zeggen die mensen in Frans, donderen jullie op. Mm-hmm. Weet u, dat proces heeft een tijdje geduurd. India is na 75 jaar onafhankelijkheid. Nu pas zijn de sporen uitgewist. We zijn pas 48 jaar. En als er zijn natuurlijk mensen hier die meehelpen, toch? Met Nederland. Weet u hoeveel mensen hier wonen die ook zeggen, we waren liever nooit onafhankelijk geworden? Ja. Nou ja, zo is een gekoloniseerd mens nou eenmaal. Als je gekoloniseerd bent, is het vreselijk lastig om af te komen. Maar alleen dat bewustzijn is er nog niet. Ik hoop dat het komt binnenkort. 20 december wordt voor u een normale dag zoals u elke keer heel weer. Normaal. Heel normaal. Heel normaal. Is een zware zaak, meneer. Ja, heel normaal. Ik heb meer van dat soort zware zaken gedaan. Heel normaal. Bouterse komt zelf? Ja. Hij komt? Hij komt. We zijn niet bang dat hij... Hij gaat zich onderwerpen. Waarom zou hij bang zijn? Ja, ik wel. U gaat weg. Ik ga een bier drinken. Ja, meneer Kanaai, met wie wij gesproken hebben. Hij gaat een bier drinken, zegt hij. We hebben dus dan kort met hem gesproken over het 8 december proces, 20 december aanstaande. Is het zo dat het dus dan voor de laatste keer in behandeling gaat? De rechter gaat dus dan vonnis uitspreken. En meneer Kanaai zegt, het is vrijspraak voor Bouterse, de hoofdverdachte. Meneer Bouterse gaat dus dan mee met het vonnis, wat het ook mag zijn. Heeft hij dus dan ook aangegeven. Dus we blijven de ontwikkelingen volgen. Meneer Kanaai zegt, 20 december is gewoon een normale dag. Ik bedoel, gewoon zoals hij elke keer weer naar de rechtszaak of zaal gaat. Maar goed, we gaan eruit. Ik ben Gerald Harderwijk. Roberto Ormskirk is de cameraman. Ik bedank u voor het willen kijken naar deze live uitzending. We zijn er later weer. Tot zo.